Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie de veel producten van mei en juni doornemen. Ik heb het bakje hier staan. Het zijn niet super veel producten. Ik had die maanden meer fijne producten dan niet fijne producten. Maar het zijn wel wat producten die ik toch even met jullie wil doornemen. Om toch even eerlijk te zijn van waarom vond ik dit nou niet fijn. Waarschijnlijk zitten er weer een aantal producten bij die misschien al niet eens meer te koop zijn. Dit komt als Essence en Catrice hun nieuwe producten aankondigen. Komt op de website vaak een lijst online met de producten die het assortiment zullen gaan verlaten. Pin je hier niet te veel op vast. Want ik heb dus al een aantal keer meegemaakt dat zo'n product uiteindelijk gewoon alsnog in de schappen lag. Maar dit is wel een dingetje en dan ga ik eventjes door mijn stash heen van goh, wat heb ik nog liggen? Dat leg ik even apart zeg maar in een bakje en daarin dan ga ik dat als eerste reviewen. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe ik aan mijn producten kom die dus niet meer verkrijgbaar zijn. Ik ben daar wel heel bewust mee bezig. Maar goed, desondanks wil ik jullie toch eventjes de producten laten zien die ik dus niet fijn vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar welke producten dit zijn, zou ik even zeggen kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met een oogpotloodje. En dit is het Light Up Your Eyes Inner Rim Eye Pencil in de kleur 02 Peachy Day. Dit is een oogpotloodje met een nootkleurtje eigenlijk. Zo ziet hij eruit. Je moet hem zelf slijpen. Nou, daar ben ik al niet zo heel erg fan van. Ik vind het fijn als een potloodje een draaimechanisme heeft, zodat je hem omhoog kunt draaien. Nou, dat had deze dus niet. Het is een best wel hard potloodje. Maar dit potloodje kun je dus heel makkelijk, althans het zou makkelijk moeten zijn, ik vond het dus niet zo makkelijk, op je waterlijn aanbrengen, maar misschien ook in je binnenste ooghoeken. En zelfs een beetje een highlight effectje bijvoorbeeld onder de wenkbrauwen, mocht je dat willen. Ja, hij belooft eigenlijk een opener blik, dat je een wat frissere ooglook krijgt, dat je blik er net wat wakkerder uitziet. Ook bijvoorbeeld als jij je hebt verslapen en je moet als een malle de deur uit, dat je eventjes die ogen net wat meer opener kan laten lijken door zo'n potloodje. Nou, ik heb vaker van dit soort potloodjes gehad, wel niet dit potloodje, maar gewoon andere. Die vond ik wel heel fijn. Maar deze, ik vond de kleur gewoon heel matig wat er afkwam. Er kwam eigenlijk heel weinig pigment van af. En ik vind hem dus heel erg hard. En dat was wel iets waarvan ik dacht, oké, dat vind ik dus niet fijn. Dus vandaar dat ik eigenlijk niet echt enthousiast was over dit potloodje. Dan heb ik een Luxe Chrome Nail Powder Kit van Catrice. Dat is dit kitje. Deze gebruik je in combinatie met de 2-in-1 Bezen Top Coat. Nou, die heb ik in eerdere video's al wel eens laten zien. Dit is dus van die poeder die je op je nagels kan aanbrengen. Nou, ik zal ze er even uithalen. Voor zover dat lukt. Dan heb ik een beetje een dingetje. Je hebt drie kleuren. Allereerst is dit de Shimmer. Ik ga de potjes dicht laten zitten, want het poeder vliegt overal heen. Dit is een Shimmer kleur. En eigenlijk een beetje een zilverachtige ondertoon. Er zit heel weinig poeder in deze potjes. Dat is allereerst een ding wat mij heel erg tegenviel. Ik zal even kijken hoeveel er precies in zit. Staat dat er eigenlijk op? Nee. Dit hele setje heeft de naam 01 Effect Overload gekregen. Staat niet in hoeveel hier. Oh, wacht, wat staat hier? Er zit maar 1 gram poeder in. Nou, maar. Oké. Het is dus de Shimmer. Dan heb je de Zilver Effect. Of Zilver Chrome. En dit is dus om zo'n spiegeleffect op je nagels te creëren. En dit is een holo kleurtje. Een beetje wit. Wat de bedoeling is, dat je zeg maar je base coat aanbrengt op je nagels. Dan kun je dus deze poeder met je vinger bijvoorbeeld aanbrengen over de topcoat. Dan moet je hem niet helemaal laten drogen. Dan smeer je dat uit. Nou, zou een heel leuk effect geven. Het probleem met dit kitje is dat de poeder eigenlijk niet netjes op je nagel komt. Je kunt hem niet mooi uitsmeren. Je ziet heel snel lelijke plekken. En dan denk je dat je je nagel heel mooi hebt. En dan ga je er weer met die topcoat overheen. Hè, om hem te sealen.
En dan heb je ineens weer hele witte plekken in je nagels zitten. Ja, ik vind dat gewoon heel erg jammer. Die poeder die werkt voor mij niet. Van Essence vond ik hem ook niet fijn. Maar die van Catrice vind ik dus ook helemaal niks. Misschien heb je nog een tip voor me welke poeder wel heel fijn zou kunnen zijn. Maar deze van Catrice die was het voor mij zeker niet. Dan heb ik een Moon Glitter van Essence. Dat is dit potje. Heeft de naam 02 Cosmic Love. Dit is een losse glitter. Nou dacht ik heel erg leuk. Oh weet je, dat ga ik dan op mijn ogen aanbrengen. Voor een beetje een glitter effect. Hartstikke leuk. Maar volgens mij mocht het helemaal niet op je ogen uiteindelijk. Ja, zie. Je moet het directe oogcontact vermijden. Nou, ik had dat dus, kwam ik daar later achter toen ik dit al had gedaan. Het heeft een kleine opening. Ik ga, ja, ik weet niet of ik dit jullie goed kan laten zien. Zo ziet het eruit. Dus ik had wat lijm, zeg maar. Speciale lijm, glitterlijm had ik opgebracht. Ik dacht, oh, kijk, gadver, daar zit ik helemaal onder de glitters. Leuk, ik ga wat van die glitters aanbrengen. Maar je ziet er eigenlijk heel erg weinig van. En ze kwamen dus in mijn oog. Ja, was ook logisch. Je mocht ze niet op je ogen gebruiken, maar dat had ik dus niet gezien. Dus ja, als je ze gewoon... Dit is eigenlijk meer zo'n glitter die je op je gezicht gebruikt. En daar ben ik gewoon geen fan van. Want als ik een glitter gebruik, vind ik het leuk om het op mijn ogen te gebruiken. Maar niet bijvoorbeeld op mijn gezicht. Dat is misschien voor een festival hartstikke leuk. Maar dat is aan mij niet besteed. Dus nee, voor mij was dit eigenlijk een... Ja, ik vond het pigment heel erg tegenvallen. Ook de poeder of de glitter nam gewoon heel slecht op, zeg maar. Bleef slecht plakken. Dus ik vond dit gewoon geen fijne glitter. Hoe leuk het er ook uitziet. Dan heb ik een mascara van MUA. Dat is de Amplify Statement Lash. Dat is deze mascara. Ik vind de huls wel heel tof met een doorzichtig bovenkantje. Het is een zwarte mascara die vol volume belooft en een false lash effect. Nou, dat borsteltje is niet aan mij besteed, want het is een plastic borsteltje en daar hou ik niet van. Die vind ik niet fijn in gebruik. Dus dat was voor mij al een tegenvaller. Gewoon het aanbrengen met zo'n borsteltje, dat werkt voor mij gewoon niet. Ik kreeg geen echt false lash effect. Ik had heel erg veel verwacht van deze mascara, maar het effect bleef gewoon heel erg uit. Ik had zwarte wimpers, maar dat was het. Dus verder niks... Geen bijzonders aan. Of dat dan toch komt door het borsteltje. Kijk, dit is een persoonlijke voorkeur. Want er zijn ook heel veel YouTubers die, waarvan ik een filmpje zie dat ze dan zo'n borsteltje die deze mascara heeft bij een andere mascara bijvoorbeeld hartstikke fijn vinden. Maar voor mij werkt het gewoon niet. Dus vandaar dat deze mascara gewoon niet deed wat hij beloofde. Dan heb ik nog meer losse glitters van Essence. En dit zijn glitters voor de nagels. Siri bemoeit zich er ook even mee. Maar goed, ik heb dus losse nagelglitters. Dat is allereerst de Rock in the Bottle. Deze. En ik heb ook Party in the Bottle. Nou, dit zijn dus van die glitters. En het aanbrengen is weer zo'n dingetje. Want hoe doe je dat? Ik had er nog wat troubles mee. Nou, je hebt een heel klein, vrij klein potje. Dit is het potje. Er zit, dus even kijken hoor, hoeveel hier precies in zit. Staat het erop? 1 gram weer. Nou, dat is gewoon best wel weinig. En ik heb ook echt de tutorial op de achterkant gevolgd. Er staat hier een kleine tutorial. Nou, het is de bedoeling dat je je nagel lakt. Dan doe je er wat van die poeder op zo. En dan kun je hem aflakken. Nou, allereerst, er gaat super veel poeder verloren als je het op die manier doet. Dus ik denk dat het beter was geweest om het met een kwastje te doen. Of gewoon je vinger erin te dippen misschien. Het was misschien nog beter geweest. Maar het is best wel grof. Het blijft niet goed zitten. Je kunt het niet netjes aflakken. Dat is gewoon het probleem van deze poeders. Ondanks dat ik ze wel heel erg tof vind. Dit is wat meer een zachter kleurtje. En deze was dan echt wel weer wat meer grover. Werkt het gewoon helaas niet. Ondanks dat het gewoon echt leuke ideeën zijn. Maar die losse glitters werken gewoon niet. Dan is een glitternagellak voor mij gewoon beter. Want ja, die losse glitterproducten die doen het bij mij gewoon op een of andere manier niet. Dan heb ik weer een product van Essence. En dit is de Vibrant Shock Lash & Brow Gel Mascara. Dat is deze.
Ik heb deze in de kleur 01 Go Berry. Dit is een 2-in-1 gel mascara die je zowel op je wenkbrauwen kan gebruiken als over je wimpers. Nou, het heeft een heel klein applicatortje, want dit is het. Nou, hier kun je je wimpers al niet echt lekker mee doen. Vond ik de kleur best wel wat heftig, ook voor mijn wimpers, dat ik dacht, ja, moet ik dit willen? Ik ben meer van het zwart. Maar oké, voor de combinatie kan het leuk zijn. Nou, met dit kleine applicatortje kon ik mijn wimpers dus niet doen. Ging het in mijn wenkbrauwen gebruiken, maar dit is echt vreselijk. Het is zo donker, weet je. Ik vind een gel vind ik heel fijn, ook voor mijn wenkbrauwen. Maar dan moet die wel transparant zijn of de kleur die echt bij de poeder past die ik gebruik. Dat deed deze niet, want het is een beetje roze, paars, roodachtig. Ja, had ik kunnen verwachten, maar het was wel gewoon iets van ik ben hier benieuwd naar. Maar het werkt voor mij niet, want die kleur is gewoon veel te heftig. Dus dat, ja, vond ik geen succes. Dan heb ik ook nog een product uit de Caviar Couch Limited Editie van Catrice. En dat is deze Volumizing Lip Booster. Een lipgloss met menthol. Het gaat om dit product. De verpakking is leuk, goud. Ik hou ervan. Heeft een redelijk, ja, klein applicatortje. Nou, dit is dus zo'n product waarvan je vollere lippen zou kunnen krijgen. Hè, menthol, dat gaat, daar gaat je lippen van tintelen. Nou, dan gaan je lippen, die krijgen, die zouden een boost kunnen krijgen, waardoor ze ineens een stuk voller lijken. Maar ik hou niet van menthol. Ik vind het vreselijk. Ik vind menthol in lipproducten vind ik niet fijn. Ik heb het gewoon eigenlijk niet voldoende kunnen testen. Omdat ik al voelde, oh, er zit menthol in. Ik heb het er gelijk afgehaald. Want ik denk, mijn lippen gaan hier niet goed op. Daarnaast vond ik de kleur ook niet echt mooi. Ik vond hem veel te zacht. Als het nou echt een lekker, goed gepigmenteerd kleurtje was, had ik nog zoiets gehad van, nou, dan wil ik het nog wel voor proberen. Maar dat deed hij gewoon ook niet. Er zat gewoon weinig pigment in, ja. En die menthol, daar dacht ik van, nee, ik ga dit eraf halen. Ik had het eraf gehaald, ik voelde mijn lippen nog natintelen. Dus nee, ik vond dit echt geen fijn product. Want het is voor mij gewoon niks met dat menthol erin. Leuk bedacht, maar of die ook echt volume geeft, kan ik je dus niet vertellen. Want daar heb ik hem gewoon niet lang genoeg voor getest. Ben ik heel eerlijk in. Dan de twee laatste producten en dit zijn twee sponsjes. Ik heb hier een video over gemaakt en dit zijn dus de siliconen sponsjes. Allereerst heb ik de Catrice de Siliconen Conic Makeup Blender. Dat is dus dit sponsje. Nou, ik zal de video ook nog wel eventjes in de beschrijving zetten. Zodat je hem even kunt bekijken mocht je er benieuwd naar zijn. Maar dit zijn dus van die petjes waarmee je je foundation kunt aanbrengen. Deze was op zich nog wel vrij flexibel. Ik durf niet te veel te buigen, want als het kapot gaat, ik weet niet wat voor product hierin zit, maar ik denk dat het dan best wel een bende wordt. Het schoonmaken ging op zich wel heel makkelijk, maar het aanbrengen, je kan het gewoon niet netjes aanbrengen met dit sponsje. Dat is mijn ervaring. Ik werd daar niet gewoon heel erg gelukkig van. Dan vond ik, als ik echt moet kiezen, deze beter als die van Essence. Waarom? Ik ga hem er even uithalen. Die van Essence. Het buigt helemaal niks mee. Niks geen flexibel. Nee. Hier kon je helemaal niet lekker mee aanbrengen. Die randjes zijn ook vrij hard. Ja, die soort sponsjes werken gewoon niet voor mij. Ik vind het leuk bedacht. Ik vond het ook super leuk om te testen. Maar ik weet wel dat dit soort sponsjes voor mij in ieder geval het niet zijn. Dan waren dit alweer mijn veel producten van mei en juni. Zoals ik al zei, het waren niet super veel producten, maar op zich is dat positief, want dan vond ik meer producten fijn omdat ik ze niet fijn vond. Maar ondanks wilde ik ze toch even met jullie delen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie misschien een van deze producten hebben getest waarvan jij dacht van, nou, ik vond dat juist wel heel fijn. Laat het me zeker weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. Als je dan ook even op dat belletje drukt, krijg je melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video nou leuk, doe dan zeker even dat duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!